welkom weer bij een nieuwe Bloomberg aflevering. Zoals jullie weten heb ik Jesse vorige keer een cadeautje gegeven. Ik heb namelijk een ei geplaatst in zijn huis met een sniffer. En ik denk, ik ga gelijk in de aflevering beginnen. Ik ben veel te benieuwd of Jesse toevallig... Wacht, even kijken of we al gaan luisteren. Het ei is uitgekomen, hoorden jullie dat? Zit hij al... Hij staat daar! Oh mijn god, hij is uitgekomen. Oh, hij heeft gewoon... Oh mijn god. Hallo, Jessica. Nee! Stinkdier? Jesse heeft hem al een naam gegeven. Stinkdier? Nee, dat was niet de bedoeling, hè? Nee, dit is niet jouw naam. Dit is een valse naam. Ik heb jou een andere naam gegeven, en dat is Jessica. En ik heb hier mijn nametag. Daar gaan we even fixen. Daar gaan we gewoon nu even gelijk fixen, jongens. Heeft Jesse hier toevallig ergens een Anvil staan? Niet hier. Misschien is zijn chestka. Oh nee, hier, kijk. Eens even kijken. Jessica. Boom. Dat is de naam. Dat is de naam van deze sniffer, jongens. Geen stinkdier. Het is een lief beestje. Kijk. Hoi, Jessica. Ja, ik doe jou even aaien. Ja, ik doe je even aaien. Jouw ouders, jouw papa en mama, die zijn erachter. Ja, jouw papa en mama zijn erachter. En die zal je vast ooit wel een keer zien. Ja. Doei. Nou. Helemaal leuk. Jessica even gedag zegt. Ding dong. Dan gaan wij trouwens ook gewoon even... Dan ga ik even ook mijn nieuwe sniffers weer even laten paren. Ik weet eigenlijk... Oh ja, Snuffy? Eentje was Snuffy. En jullie hebben allemaal reacties achtergelaten met een andere naam nog. Maar ik ga jullie eerst even laten paren, jongens. We willen namelijk nog een eitje. Ei nummer 2. We gaan heel veel sniffers verzamelen. En jullie mogen allemaal een naam blijven geven. Hallo? Hebben jullie gepaard? Oh, ja, is er een eitje? Ja, we hebben een ei. Nou, die gaan we hier weer neerzetten. Bang, en dan komt er een nieuwe sniffer uit. Hebben jullie toevallig nog ergens eitjes neergelegd? Nee, dat niet. En Bloomy, volgens mij doet Bloomy het weer. Ik weet het niet zeker. Eeuw, jij mag hier op deze dingetjes letten. Oké, dan gaan we even terug naar binnen. Eeuw, er staan twee... Wacht, er staan twee bordjes. Bedankt voor dat vieze stinkdier. Hij heet Stink... Nee... Nee. Ik heb Jesse een cadeautje gegeven, jongens. Het was uit liefde voor mijn beste vriend. En dan krijgen we dit. Oh mijn god. En het heeft Jesse nou weer allemaal dingen Is dit een L of een J van Jesse? Ah, heeft hij mijn hele huis nou weer vies gemaakt? Met rode... Jesse, nee. Hij heeft allemaal rode dingen gezet om mijn huis. Waarom doet hij dat? We waren vrienden. En dan gaat hij dit doen. Nou, daar begrijp ik niks van. Daar begrijp ik niks van. Moeten we dit nou allemaal weer gaan fixen? Hij heeft die... Oh, nee. Allemaal gaten in mijn huis gezet. Waar... Jesse, jongen. Ik dacht dat we vrienden waren. Weet je wat? Ik hak dit wel gewoon vast weg. Zo. Oh, en dan moeten we dadelijk weer allemaal oranje concrete gaan halen. Oh, maar dit ziet er nu ook lelijk uit, hè. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. En dit? Was dit glas? Nee, dat was geen glas volgens mij. Zo? Of wel? Ik weet het niet. Ik heb oprecht geen idee, omdat Jesse het heeft aangepast. Oh, 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 oh. Dan is het maar echt hopen dat ik nog iets aan orange concrete heb. Ik denk niet dat ik veel heb. Heb ik allemaal aan het huis verprutst. Even de kluis openmaken. Bloop, 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 bloop. En dan moeten we even kijken. Ik dacht... Dat ik hier ergens in deze kist... Nee? Oh, jongen. Ik heb het ook maar overal maar gewoon ingedouwd. Oh, oh, oh. Ik heb 21 stuks. Dat gaat nooit genoeg zijn hier. Dat gaat nooit genoeg zijn. Maar dan kan ik in ieder geval het eerste beetje... Zo. Dan kan ik het eerste beetje in ieder geval vast fixen. Maar het is ongelofelijk. Ik dacht dat Jesse en ik eindelijk een keer lief waren voor elkaar. En dan doet hij dit. Zo... Zo, zo. Boom, boom. En boom. Oké, ik heb nog 13 stukjes over. Die, die en die. Nee, dat is nooit genoeg. Gadverdamme. Waarom moet dat nou weer? Zo, doen we deze. Oh, dat was per ongeluk verkeerd. Zo. Boom, boom. Gaan we hier even opspringen. Oh, dit is zo niet leuk. En die... Het ziet er ook niet uit, jongens. Het ziet er echt heel lelijk uit, al dat rood rennen er doorheen. En dan heb ik 1, 2... Nee, ik kom er niet genoeg. Ik moet nog meer... Ik moet het gaan maken. Godsamme. Oh, 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 oh. Ik ga hem nog wat terugpakken, hoor, jongens. Ik ga hem terugpakken. Dit vind ik niet leuk. En dan doen we er hier even eentje, want die is makkelijk. Zo. Ach, god. Jongens, dit blijft maar doorgaan. Waar is mijn paard? Ik had een paard. Hier. Aan een dingetje had ik een paard. Toch? Ja, ik had een paard. Is dat paard... Waar is dat paard heen gegaan? Ze hebben trouwens weer iets neergelegd.
Maar dat zijn niet de goede dingen. Wacht, ik ga heel even checken of het paard niet gewoon hier ergens nog rondloopt. Maar het lijkt erop dat Jesse weer begonnen is met trollen, jongens. Is het paard hier? Ah, Diamond Armor. Nee. Waarom staan jullie allemaal hier? Like, is dit een of ander feestje waar ik niet voor uitgenodigd ben? Of wat? Jullie kijken me ook. Het is zo leuk om eentje te raken. En dan moet ik rennen voor mijn leven. Zal ik dat doen? Zal ik mezelf voor de één keer... Zal ik het doen? Hoeveel pijlen heb ik? Ik heb 9 pijlen. Oké, ik doe het 1 keer. Ah! Rennen! Rennen! Oh, hij doet niks. Hij kan er niet uit. Hij kan er niet uit. Hij staat gewoon vast. Oh, maar ik dacht echt dat ik mezelf zou naaien hier. Zijn ze nou allemaal boos op mij? Ze komen er niet uit. Ze zitten vast. Oh my god. Ik ben er gewoon met deze mensen aan het spelen. Oké, ik ga verder niks doen. Ik had echt verwacht dat ze allemaal achter me aan zouden rennen, maar ze zitten vast. Oké, dat is dan toch wel weer een beetje fijn. Oké, buiten het feit omdat Jesse mij deelt is gaan trollen, moet ik even nog een nametag gaan halen, want ik heb, jongens, een naam voor de laatste sniffert die wij hebben. Want jullie hebben allemaal reacties achtergelaten, echt heel veel reacties achtergelaten met namen. En er was één naam bij die ik vond ik zo leuk. Ik ga eerst wat namen noemen die jullie hadden genoemd die ook grappig waren. Heel veel leken er allemaal op Sniffy en Snuffy en Fluffy en Duffy en Snippy, Snappy, Snuppy, Sluppy, Fluppy. Maar eentje, die vond ik leuk, want het is een sniffer. En het lijkt op een sniffer, de naam. Paulien Hogeveen, die had namelijk de naam achtergelaten Snikker of Snuiver. Ik vind Snikker een hele leuke naam. Weet je waarom, jongens? Het is voor mij dubbel grappig. Kijk, jullie eten allemaal natuurlijk thuis lekker een Snicker. Maar ik ben allergisch voor Snickers. Ik mag die niet eten. Dus ik vind het een dubbele leuke naam. Ik ben allergisch voor en het is gewoon een grappige naam. Wat had ik nou nodig? Een name tag. Ik had te denken waar ik die had gelaten. Die heb ik hier beneden. Heb ik hier sowieso liggen. Maar ik ben vergeten dit er neer te zetten. Maar volgens mij heb ik er nog eentje hier liggen. Ja. Ja, oké. Okay. Ik had er nog eentje hier liggen. Dan gaan wij die even gebruiken. Voor Snicker. Vind ik een hele leuke naam. Dan hebben we nu Snuffy en Snicker. Allebei met een S. Oh, dan moeten we die natuurlijk erin zetten. Zo. Snicker. Boom. Ja, die vind ik echt heel leuk. Echt. Paulien. Shout-out naar jou. Leuke naam. En weet je wat het ding is? Ik heb net weer een ei neergezet en er komt weer een baby uit. Dus mochten jullie... Ik heb nog heel veel nametags. Mochten jullie weer een naam weten voor de baby van deze twee, laat het weten in de reacties. Kijken wie weer de leukste naam kan verzinnen. Dit is, ja, Snuffy en Snicker. Snuffy en Snicker. Oh, het is zo leuk. Ik vind het zo leuk, jongens. Oké, hampetampetee. Gaan wij misschien... Oh, even, zal ik ook even die farm hier een beetje fixen, jongens? We hebben helemaal niks. Hier, boom, boom. Dit is allemaal beetroot. Daar heb ik allemaal helemaal niks aan. Zit hier toevallig ergens iets... Oh, hier zit wiet in. Ja, Jesse heeft het uit overgenomen. Ik ben bang dat we geen wortels meer hebben. Oh, jawel. Wacht. Ik heb heel misschien achter mij, achter mijn huis, heb ik nog die kist met random dingen in staan. Zou daar wortel nog in zitten? Nee. Nee, nee, nee. Oh, jongens. Volgens mij hebben we helemaal niks meer om te eten. Ik heb niet eens eten op zak. Oh, hier. Hier zitten veel dingen in. Ja, heel veel wiet. Ik kan heel veel brood gaan maken. Zullen we dat dan maar gaan doen? En ik heb 5 eitjes. Oh, ik heb wel golden carrots. Die was ik gewoon helemaal vergeten dat ik die op zak had. Zo. Boom, 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 boom. Dan gaan we maar gewoon even heel veel brood maken, jongens. Ik heb eigenlijk ook geen keus. Zo. Boom. Ik ben echt al op heel veel van die dingen gaan staan. Dat was niet de bedoeling. Zo. Want eigenlijk ben ik helemaal niet bezig met dit. Ik ben alleen maar bezig met bouwen en leuke dingen doen. Maar dit moet ook gebeuren, jongens. Nou, okay. zou dit genoeg zijn? Ik weet niet wat ik met die beetroot kan. Ik heb echt geen flauw idee. Ik kan wel die dingen misschien laten... Nee, daar heb ik wortels voor nodig, paren. Kan ik ze met gouden wortels? Kan dat? Nee, dat kan ik niet geven. Dan gaan we die kip maar even pleuren. Komt er een kippetje uit? Nee. Oh, maar jullie zijn wel kippen aan het uitpoepen. Kom maar. Hup, 1. En 2. En helemaal niks. Jammer. Oh, maar die kan ik... Wacht, we gaan kippen regelen. We gaan heel veel kippen regelen. Dat moeten we doen. Dan krijgen we heel veel eten. Kom maar. Die heb ik nodig. Zo. En dan gaan we die kippetjes... Hier, hallo. Boom. En boom.
En jij kan misschien... Oh ja, nee, dat... Nee, oké, okay, er komt... Is er een klein kippetje! Ja, we gaan die kippen ook even laten paren, jongens. Dat vind ik wel een hele goeie. Ik ga even in mijn kluis mijn fishing rod neerleggen. Want er zijn allemaal spullen hier die ik nu bij heb. Die ik op zich niet op zak nodig heb. Dus die gaan we even veilig op... Oh, ik heb de kluis... Ik laat de kluis te vaak openstaan, jongens. Dan moet ik echt opletten dat ik die niet per ongeluk een keer laat staan. Zo, huppatee. Oh, staan weer bordjes. Ik heb gekeken waar je kluis is in je video. En ik vind het zielig dat je Jesse buitensluit. Dus ga ik je leven zuur maken. Groetjes, Jesse's fan? Wat? Dit heeft Jesse helemaal niet gedaan. Oh nee, ik zit Jesse helemaal te blamen. Maar Jesse heeft dus niet... Jesse heeft mijn huis niet rood gemaakt. En Jesse heeft mijn paard niet gejat. Dat heeft zijn fan gedaan. Heeft die spullen gejat? Nee, mijn diamonds heb ik nog. Ah ja. Ah, mijn totem van dying is weg. Mijn widderskull. En nog zo'n trim. Zo'n armor trim. Oh nee. Dit was helemaal niet de bedoeling. Ik dacht dat ik weer lief was met Jesse. En nou gaat zijn kijker dus mij trollen. Ja, jullie weten het, jongens. In de server hebben wij af en toe een kijker gelaten om huizen te bouwen, et cetera. Maar nu gaan ze dus gemeen doen. Oh, nee. Ik ben heel blij dat hij in ieder geval niet alles heeft gejat. Oh, dit meen je niet. Oh, dit meen je niet. Maar het was dus niet Jesse. Maar ik ga wel boos zijn. Misschien, ik weet niet of het Jesse's idee was. Ik ga Jesse ondervragen. Ik weet niet. Als hij hiervan af weet, dan ga ik hem aanpakken. Maar als hij hier niks van af weet, dan ga ik misschien nog lief zijn. Oh, nee. Mijn enige totem van dying is weg. Oh, ik moet Jesse vinden. Ik moet Jesse vinden. Dit moet hij weten. Of hij weet ervan. Ik weet niet of hij ervan af weet. Ik heb geen idee waar Jesse is. Ik heb hem al een tijdje niet gezien. Ja, hij heeft dus wel die sniffer uitgepakt. En hij heeft hem mijn naam gegeven. Dus hij is er wel. Maar... Oh, jongens. Jongens. Wat gaan we nou doen? Wat ik zou kunnen doen... Is... jullie hulp inschakelen, jongens. Dat een van jullie Jesse gaat trollen. Dat ik mij... Nou, of degene die mijn huis heeft gemaakt, die kijker, die kan ik ook vragen. Of ik vraag iemand anders. Om Jesse terug te gaan trollen. Anders zou ik niet weten wat ik moet doen. Ik sta in mijn eentje en Jesse heeft nou iemand erbij. Laat alsjeblieft even allemaal weten in de reacties wat ik moet doen. Want ik weet het niet. Ik weet niet wat de slimme bezet is voor mij nu. Ik durf het niet te zeggen. Ja, ik kan wel even naar die chestkamer van Jesse gaan. Om te kijken of hij mijn spullen heeft. Maar dat zal wel niet. Oh, dat ding is groot geworden. Jessica is groot geworden. Arme Jessica. Nee, hier liggen nog niet mijn spullen. Ook niet. Nou, jongens. Ik denk... Hij heeft het ge... Oh, hij heeft het... Die kijker heeft gewoon gejat en heeft het zelf bij zich. Oh, het is wel een leuk beest. Het is wel echt een heel leuk beest, hè, Jessica? Ja, je bent wel leuk. Nou, oké. Okay. Ja. Dan, jongens, dan moeten we een plan maken. Dan ga ik nu de video afsluiten. Dan ga ik heel hard nadenken wat ik ga doen. Ik moet Jesse gaan vinden. Dat is het eerste wat ik moet doen. Ik moet Jesse gaan vinden. En ik heb jullie hulp nodig.